Nee, ze zijn weg. Daar gaat hij. Tot ziens. Nee. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er zijn, jongens. En meisjes. Vandaag zijn we wedergekeerd in Content Veen. En we staan hier... Je mag hier staan, maar ga nou niet mijn intro verstoren. En we staan hier voor mijn prachtige hotelletje, herberg, weet ik veel hoe je het wil noemen. En ik join The Surf en het eerste wat ik zag was hier Cobblestone. En daar ben ik gelijk geïnteresseerd van waarom zit je... Er is geen reden. En er zit ook niks achter. Er zit ook niks achter. Er is geen reden dat hier Cobblestone stond. Oké, leuk dat jullie er zijn. Voordat deze video begint, abonneer zeker eventjes. Reageer eventjes dat je bent geabonneerd. En dan zal ik je reactie een prachtig hartje geven. Nee, maar goed, we gaan beginnen. Ik heb een paar dingen in gedachten die ik wil gaan doen. Oh nee, de grond is meegenomen door het sterke water. Oh, nee. Oprecht, ik heb geen idee wie dit gedaan heeft. Normaal heb ik altijd wel een vermoeden van... Oh, dit was Robin, of oh, dit was Justin, of oh, dit was Rick. Maar in de manier waarop het getypt is, denk ik niet dat het Robin of zo is. Of Rick of Justin heeft dit gedaan. Eén van de twee. Maar ze hebben ook legit, kijk, moet je zien. Ik zag het al. Lijkt daadwerkelijk de grond meegenomen. Het is niet alleen alsof ze gewoon het weggehaald hebben en een watervalletje gemaakt hebben. Ze hebben daadwerkelijk mijn grond hier mee naar beneden genomen. Oh my days, moet ik het helemaal gaan hakken? Iemand heeft echt zijn best gedaan om het een legit er een beetje uit te laten zien. Wie zou dit gedaan hebben? Voor wie zo'n grapje maakt dit? Ik denk Justin of zo, ik weet het niet. Laten we het gelijk maken, want op zich, ik vind het niet heel lelijk dat er hier imagine, ik kan ook een soort bruggetje eroverheen maken. Maar, hè? Het is niet hoe ik het wil, maar hoe wil ik het wel? Hoe had ik het? Hoe zat het in elkaar? Ik weet het niet eens meer. Zo volgens mij, hè? Hij heeft het leuk weggehaald, maar ja, ik weet ook gewoon niet meer hoe ik het nu in elkaar moet zetten. Zo, I guess. Dan moet ik het weer helemaal netjes gaan maken. Jemige, wat een werk. Ik moet nog van... Oh, deze zijn mag ook weg. Jemig, het is echt een gedoe om dit nog terug te krijgen. Oeps, wat is hier nou gebeurd? Nee! Ik had zoveel vrede. Waarom is er van alles gebeurd hier? Zou ik wat gaan lenen of houden? Heb jij hier toevallig verstand van? Tja. Oh, maar deze, wat is er met mijn kisten? Oh, ze hebben nepkisten ervoor geplaatst. Hé, dankjewel voor de kisten. Ik dacht al, ze hebben mijn kisten geroofd, maar... Oké. Mag ik wat lenen? Heb jij hier verstand van? Waar gaat dit over? Waarom ben ik de dupe hiervan? Oh, maar deze paintings. Wel gratis paintings. Altijd welkom, altijd welkom. En weer random kisten ervoor. Wel mooie kunst, toch? Hé. Vind je het heel erg als ik wat dingen leen? Maar wat leen je dan? Dit is echt vreselijk gedaan, om eerlijk te zijn. Wat heb je geleend? Ik heb zoveel vragen en zo weinig antwoorden. Oh my days, een science. En ik heb van allemaal troepen ook ineens. Oké, maar het is wel weg nu. Ik denk dat het niet Rick is, anders zou er wel ergens een bordje staan. Abonneer op Rick Force. En die heb ik nog niet gezien. Maar goed, laat ik in ieder geval afmaken waar ik mee begonnen was. Ik werd afgeleid. En dan ook op een hele rare manier, want ik heb echt geen flauw idee wat er nou allemaal gebeurd was. Wat mist hij dan nog? Je mist één zo'n leaf, maar die heb ik gewoon niet. Zijn er nog meer pranks die ik heb gemist? Goedemorgen, meneer Sneeuw... Nee! Ze zijn weg! Nee! Miss Nieuwmannen! Ik gaf zoveel om jullie! Oh nee! Wacht! Hier word ik oprecht verdrietig van. Ik ben zo benieuwd hierop. Oké, we hebben misschien twee defenders op het moment. Ja! We hebben bescherming! Pak ze, jongens! Pak ze! Kijk nou! Ja! We hebben gewoon bescherming. Oh, wat perfect! Dit is toch perfect? Moet je zien nou! Ik had zo mijn best gedaan en jullie hier neergezet en dan zijn jullie verdwenen. Hier moet trouwens nog slaps. Hoe is het dan met die eerste, met die andere? Die daar aan de andere kant? Zeg nu dat hij ook weg is. Nee, nee, illegaal, niet toegestaan. Kom op, leef, leef, leef. Jij bent een boosdoener! Nee! Oh, wat heb je gedaan? Je hebt zelfs een sneeuwbal nog in je handen uit. Deze man verdient erger dan normaal gewoon de dood. Deze man verdient... Oh, jij gaat echt de ergste dood krijgen ooit. We gaan hem vangen. En ja, dit is gewoon straf op het hoogste niveau. Verraad van de hoogste plank. Kom maar. Dit is verraad, meneer. Dit zal ik om deze zombie... Ik heb hem erge zombies meegemaakt, maar jij... Oh, jongens, ik ga gewoon wat maken. Ik heb al een begin gemaakt. We gaan wat maken waar die zombie en alle toekomstige verraders van Kingdom Tooter gewoon verbrand en vermorseld en geplet en gewoon... Einde. Ik ben begonnen met een platform en het is duister en het is verdrietig en het toont al mijn emoties. Okay, we hebben een beetje progressie gemaakt al. Het is niet de mooiste build nog, maar ik ga kijken wat ik ervan kan maken. Ik ben in ieder geval nog steeds verdrietig. Dan nu moet hier gewoon een pleintje komen en dan komt er lava in het midden en dan, oh, dan gaan we hem gewoon echt straffen. Is het eindelijk zover. Oké, pleintje is gemaakt. Zoals dit.
Althans, gemaakt. Maar natuurlijk helemaal, het is een hele, heel ander blok. Het past er niet echt bij of zo, vind ik. Maar het moet ook wat donkers hebben, wat darks. Dus we moeten er een beetje laten... Het moet toch een beetje mengen, vind ik nu ik het zo zie. Misschien als ik er ook nog een boom laat groeien, dat het er wat beter uitziet hier. Perfect in het midden ongeveer. Nou, dit is niet echt een perfect midden. Ik zou gewoon zeggen hier. Hoppakee, boompie erbij. Laten we wat gras groeien. Gras lost al heel veel op, jongens. Dat is echt mijn number one tip. Gewoon een beetje gras laten groeien. Zorgt al voor een heleboel. Dan kan je uiteindelijk altijd nog details toevoegen. Oh, wat doe ik nou? Details kan je altijd nog toevoegen tussen het gras. Maar begin gewoon lekker met het gras. Kijk, dit is al een stuk beter, weet je. Misschien wat bamboe ertussen. Proppen we hier een bamboetje. En hier nog een bamboe. Laten we de bamboe een beetje groeien. Kijk. Ja, nu mengt het al gewoon meer. Omdat het gewoon... Het is er gewoon, weet je. Die boom zit ervoor. Maar jongens... Het is tijd voor wraak. Als we trapdoors geplaatst hebben. Daarna is het tijd voor wraak. Laten we nu het gat bouwen. En dan is wat ik net zei. Is het tijd voor wraak. Het hoeft niet een heel diep gat te worden. Het moet gewoon een klein gat met lava worden. Ik denk dat dit diep genoeg is. Ik doe nog voor de zekerheid een klein twee laagjes dieper. Want dan zit ik gewoon met het feit dat er mag echt niks afbranden. Dat wil ik gewoon niet. Yeeten we het helemaal dicht met donkersteen. Waardoor het vet dark aanvoelt. Ah! Alright, dat is gefixt. Ik had oprecht een planning. Maar ik ben nou echt al een tijd bezig met de doomsol voor die zombie. Eén keer lava. Dan gooien we de lava erin, maar dan zonder dood te gaan. Dus lava kan je niet infinite maken, dus dan moet je elke echt bijvullen. We hebben meer nodig, yay! Oké, laten we de rest erin gieten. Daarin, ja. In het midden één. En hier één. Kijk, we hebben hem! De lavapool des doods. Pas op dat we er niet in vallen. Er is geen redding. En dan nu is het tijd om onze sneeuwpop te eren en de zombie te vermoorden. Het was sneeuwpop nummer 3, was het. En hij was de Lonely Ranger. Hij vocht in zijn eentje, vocht hij alle zombies en monsters, vocht hij af. En hier hebben we hem. Hier, kom mee. Nee! Kom maar mee. Je gaat nu dood! Eigenlijk heb ik die sneeuwbal wel nodig. Maar ja, ik wil hem wel in de lava vermoorden. Maar ja, dan is de sneeuwbal helaas wel ten einde. Maar dat maakt niet uit. We zijn er bijna. Dan gaan we het trappetje hier omhoog. Kijk, gaan we zo, hoppakee. En dan kom je hier in de boot. Kom maar, dames en heren. Hou je mond. We zijn hier bijeengekomen om deze zombie ten einde te brengen. We zijn hier bijeengekomen om deze loser hier in de lava te gooien. En hem nooit meer te zien in ons leven. Meneer zombie, het is zover. Hou op. Hou op. Au. Sterf nou ook gewoon gelijk. Doei. Daar gaat hij. Tot ziens. En dan gaan we door met onze bezigheden. Hebben we ook gelijk trouwens gewoon wat hier. Ik laat het ook gewoon staan voor de alle volgende keer. Stel dat Jordi weer eens heel kut doet, kunnen we hem ook executeren. Of Bram, als hij ooit nog online komt, kunnen we hem ook executeren. Want dames en heren en alle andere soorten peren. We zijn aangekomen op het punt dat ik wat ga bouwen hierboven op het plekje. En een paar kijkers waren oprecht scherp. En die zeiden, dit heb je toch vrijgehouden voor Roy. Ja, dat zei ik in mijn livestream. Dat was de planning. Maar ik wilde gewoon wat bouwen. En Roy die zoekt het uit. Ik krijg gewoon een nieuw plekje als hij ooit een keer terugkomt. Krijgt hij een nieuw plekje van me. Ik wil hier gewoon zelf heel graag wat bouwen. Dus we gaan er wat leuks bouwen. Hier wachten we maar tot René een keer wat bouwt. Want het is gereserveerd niet voor Max. Ben ik oprecht heel benieuwd wat er komt. Ik twijfel nog steeds. Ik denk aan of een bank. Dus waar ik gewoon echt mijn waardevolle loot kan doen. Ik denk ook aan een soort museum. Waar ik alle memorabele dingen zoals de slag om Toetertotum. De eerste sneeuwbal die verloren is gegaan. Dus nu een pumpkinzaadje is. Al dat soort dingen. Dat ik dan daar op kan slaan, weet je. Dat ik daar gewoon een mooi museum voor heb. Maar ik denk dat ik een bank leuker vind. Ik denk dat het echt een bank gaat worden. Daar kan ik gewoon veel meer mee. Meer waardevolle dingen opslaan. Dan maken we ooit op een andere plek een keer een soort museumachtig iets. Maar ik denk dat zo'n puntdak daar, dat dat gewoon heel lijp is als dat er staat, weet je. Dat is zo'n soort gebouw. We hebben niet heel veel hout meer, dus we gaan kijken wat we kunnen gebruiken. Er werd ook zwembad gezegd. Dat vond ik ook wel een leuke, maar hè. Ik bedoel, het is toch veel lijper om gewoon een gebouw te hebben hier. Maken we een klein beetje een ronding erin. Niet te veel. Zo. Oké, nou, dan hebben we de vorm hebben we gecreëerd. Hij is af. Dankjewel voor het kijken. En dan komt er een platform hier. En dan daar daadwerkelijk pas hier al. Nee, oh, Big Brain. Ik heb een idee. Ik moet binnenkort ook weer een keertje live gaan. Gewoon in Content Veen. Dat vind ik leuk. Als het goed is, komt Ido eraan. Die wil wat gravel van me hebben. Hij zei niet eens kopen. Hij vroeg straight up gewoon hebben. Kijk, hier een pad, zo leuk. Het is een beetje freeroam. Net zoals elke andere build die ik tot nu toe doe, moet het echt gewoon gefreeroamd worden. Want ik heb geen flauw idee of het iets wordt. Meestal lukt het wel, maar hè, je weet maar nooit. Oké, ik heb met Ido geruild. Althans, hij komt er zo aan. Ik krijg andesite voor gravel. Dan geef ik hem gewoon het gravel. Gebruik ik toch alleen maar voor mijn pad. Zoveel heb ik er niet van nodig. En dan krijg ik van hem gewoon wat andesite. Altijd komt altijd handig uit, hè. Hij moet wel zwaar beveiligd worden, deze bank, jongens. Er mag geen inbreker hier komen. Dus moet ik even Rick op een gegeven moment raadplegen voor wat redstone. Hulp. Want ik wil echt niet dat mensen
mensen hier binnenkomen en mijn goede doeien gaan stelen. Dat mag niet, hè? Hey, Wippie. Ah! 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 Wat een lelijk plekje dit. Ja, dat kut, hè? Ik vind het oprecht best wel dik. Met hoeveel man woon je hier? Ik, René, in die grot, maar voor de rest in mijn eentje hier. Wow, wat is dit? Dit is mijn epic... gaan we staan, gaan we kijken. Dit wordt mijn mine. Dit gaat met de mine rails naar beneden en zo. En dan kan ik alles wat ik mine in mine rails naar boven sturen. Automatisch furnishen, wow, blablabla. Bla, bla. Oké, ja, ik ben weer boven. Maar jij wilde graveel. Dankjewel. Ja, epic trade. Kutje ja, bij. Ja, goeie deal. NEE! Goeie deal. NEE! Je ging ook zo ver. Hey, ik spie op de grot, wacht even. Maat, je moet weer helemaal naar je toe. Oh, er ligt zo'n creeper hier bij je spullen. Dus ik laat je XP maar even voor wat het is. Maat, dan moet ik weer helemaal naar je toe lopen met geen armor, niks. Geen eten. Heb jij je spullen? Er staat een creeper achter je. En een zombie. En een skeleton. En nog een zombie. En een enderman. En een vleermuis. Help me, Max! Help! MLG naar je toe! Help! Ja, ik heb geen MLG. Nee, maar... Hey, hij doet mijn schoenen aan! Hey, nu dat X voor XP. Nee! Maat! Ik heb me echt... Oh, stink joh. Ik hoop dat ik niks kwijt ben van mijn armor en zo. Want het was oprecht moeilijk om dat nee, te krijgen. Nee, ik zie een helm, ik zie een chestplate, ik zie boots. Maat, er is nog steeds een skeleton. Max, je moet nu komen. Er staat een zombie aan met mijn armor. Ja, ik ben echt letterlijk in het... Ik ben al in het bos gewoon. Ja, kom maar terug. Nee, ik ben houthakker. Ah, ja, Max, ik kan... Nee, dit kan niet. Hij heeft me... Hij heeft... En die skeleton pakt mijn broekje en mijn schild. Oké, wacht. Terrible piece of crap. Ben je er al? Kan ja, ik ben nu onderweg. Het is een skeleton met mijn zwaard. En ze hebben mijn enchanted boog. Ik ben onderweg. Oeh, 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 oeh. Kut, sorry. Er liggen spullen die je kan pakken, dan kan je jezelf beschermen. Screw that. Ah! Ah! Kijk hier, die spullen. Sterf! Au! Oh my days, hij stekt. Oh my days, oh my days. Ik word echt aangevallen door twee... Hij heeft thorns, hij heeft mijn armor aan en ik heb thorns. Oké, we kunnen het. Laat ze tegen elkaar vechten. Kom op, pak elkaar. Hier, ga maar in de boot zitten. Hier, kom jij ook maar bij de boot? Oh, maar deze, nee. Netje, mijn spullen zijn gedespawned. Nee. Gast. Welke spullen? Max, deze? Alles. Deze. Nee, maar echt alles wat hier lag. Of heb jij dat allemaal ik opgepakt? Ik heb niks opgepakt, lijkt legit. Ja, dat is... Nee! Maat, ik ben wel echt boos nu. Ik ben nu gewoon... En waar is mijn zwaard? Ja, hier, dit was jouw zwaard. Ja, okay. Waar is mijn gravel? Leuk avontuur hier, hè. Hoe kan dat echt, nou? Ik heb mijn Fortune 3 pickaxe kwijt, mijn Fortune 3 shovel, mijn Fortune 3X. Alles, Max. Maar... Alles. Waar staat je kist? Ik ga hem plunderen. Ja, ik heb al een efficiency. Kijk. Je mag die hebben. Om het goed te maken. Wat is Aqua vind ik? Geen idee. Ik heb die ooit een keer in een kist gevonden die vet random hier stond, dus die is nu voor jou. Hij is aan het vechten. Nee, grapje. Ik heb een knockback zwaard. Pas op hoor. Hier. Nee. Nou, dat was me toch weer een avontuur met Ido. Yeah. Hebben we wat hout? We zijn veel verloren. Althans, Ido is vooral veel verloren. Ik zie dat daar een sign geplaatst door Justin. Justin blijkt ook de boosdoener te zijn met het water daar. Ik denk dat hij alle pranks heeft uitgevoerd afgelopen tijd hier. No playing, wait. Kut Justin, jongen. Wat een vervelend rotjoch is het eigenlijk. Waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Hieronder. Erik zijn geheime... Nee.